steeds groter. En hij is gelijk bij het hek. Kun je even deze kant op kijken? Zijn territorium. Het kan een loper zijn, het kan een fietser zijn, ja, het kan een paard, een wagentje zijn wat aankomt. Ze zijn constant. Mijn naam is Kees Vermeer. Ik ben al 5,5 jaar werkzaam als redacteur bij de Tromtelevisie. Voor het maken van een onderwerp is in de eerste plaats nodig een idee. En wanneer je eenmaal een idee te pakken hebt, dan probeer je contact te maken met mensen die daarbij nodig zijn. De slachtoffers, zogezegd. Hallo. Dat contact maken gebeurt meestal door iemand op te bellen. Je gaat hem telefonisch benaderen, je stelt je voor. En je legt hem het idee voor. En vraagt dan vriendelijk maar dringend om mee te werken. Dat medewerken bestaat er meestal uit dat we dus met een ploeg mensen daar naartoe gaan om opnames te maken. Soms is het nodig om met de mensen op voorhand al een voorgesprek te houden. Meestal is het voldoende om dus per telefoon uit te leggen wat we komen doen, wat we willen doen, wat de mogelijkheden zijn en wat we ook aan eisen moeten stellen aan degene waar we gaan filmen om het tot een acceptabel onderwerp te maken. Goed, geregeld. Tot ziens. Daar. Ja, als redacteur ben je verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwerp, voor het organiseren. Maar de technische uitvoering die ligt grotendeels in handen van in de eerste instantie de cameraman die met je meegaat om het onderwerp te filmen. Geluid, opnames is meestal gedaan door de cameraman erbij. Maar het is dus een team effort, om het met een mooi woord te noemen. Dat is ook het voordeel van het werken bij zo'n omroep. Alles moet in samenwerking met anderen gebeuren. We kunnen daar later zo nog op terugkomen wanneer we praten over het monteren. Maar de redacteur geeft de inhoud aan, geeft de vorm aan zoals hij het graag zou willen. Maar de cameraman is uiteindelijk degene die dus de plaatjes moet maken. En om de cameraman aan de gang te krijgen is het ook op voorhand nodig om te plannen hier op het bureau, want het gebeurt zo niet uit de losse pols. De Trom is een bedrijf, tussen aanhalingstekens, en daarvoor is het nodig dat je ook op het gewenste moment in overleg met je onderwerp en met je cameraman komt tot een moment dat je de opnames kan gaan maken. Mijn oude tip van 12 jaar en die heeft zoiets van aan mij lijkt geen polonaise. Ja, ja. En dat treintje. Even kijken, dat is de dekkel, dat is het bandje. Ja, ja. En zijn die andere, is het allemaal relaties van elkaar? Of? Nee hoor, niet. Nee, in de eerste verte zelfs niet. We hebben de afspraak gemaakt met het onderwerp. We gaan erheen filmen. En ja, dat filmen dat duurt meestal enkele uren. Het hangt een beetje af van de omstandigheden en van het onderwerp. Maar je bent al gauw een paar uur bezig met te filmen. Je bent er een paar uur bezig. Dat wil niet zeggen dat je continu ook een paar uur echt film staat te maken. Maar je moet omschakelen van plaats naar plaats. De cameraman moet zijn instellingen verzorgen. Uiteindelijk is het zo dat je meestal toch wel met minstens een uur aan materiaal weer naar de studio komt. En het uiteindelijke resultaat, het onderwerp wat dus in de uitzending komt, dat is maar een fractie daarvan. Voor de onderwerpen zoals hetgene waar we nu mee bezig zijn, verwachten we dus een uitzending te krijgen van ongeveer 6-7 minuten. En ja, we zijn daar toch een hele middag bij de mensen op bezoek geweest en hebben daar opnames voor gemaakt. In en om het huis. Jullie spreken niet over ik ben de baas van de honden en hij niet, of zijn jullie gezamenlijk bazen? We zijn absoluut gezamenlijk volledig de baas over de honden. Ja. Het punt is alleen, dat heb je binnen elk normaal huishouden denk ik, van de een doet met het... Kijk, heel simpel gezegd, Bas doet meer met de kippen en met weet ik veel wat. En ik doe meer met de honden. Ik loop de tentoonstellingen met de honden en Bas gaat... We zijn hier voor opname voor het programma Beestenboel. Nou, de beesten die zijn hier talrijk aanwezig, met name honden. En ja, we komen eigenlijk ook om eens kennis te maken met de hond Sumo. Een kampioenshond zelfs. Ja. Sumo, het is een Japans ras heb ik begrepen. Kunt u iets omschrijven van dat ras, van dat soort hond? Het ras heet Shiba Inu. Het is een heel erg oud Japans ras. We hebben hier zo'n stuk of 5 honden om ons heen. Ja. Drie
van hetzelfde ras dan, twee andere. Ja. Hoe verhoudt zich dat onderling? Kunnen de honden allemaal onderling goed met elkaar om? Of zie je toch al typische verschillen dan tussen de drie Japanners, om zo te zeggen, en de twee andere? Wat een hele vervelende ervaring. De oorsprong van onderwerpen kan velerlei zijn. In de eerste plaats kan het zijn dat er dus in het nieuws, in de plaatselijke kranten, onderwerpen staan die je zegt, nou, dat is wel leuk om daar iets mee te gaan doen. In mijn functie van redacteur bij de Tromtelevisie is het zo dat je maakt zelf een rubriek. Dat wil zeggen dat je dus over een bepaald onderwerp een aantal afleveringen gaat maken. Om een voorbeeld te noemen, we gaan vandaag een onderwerp maken over dieren. Dat is een eerste aflevering van de zogenaamde rubriek Beestenboel. Overal in de nationale televisie zie je dus rubriek over dieren. Het is een geliefd onderwerp. Het leek wel eens interessant om hier in Dordrecht rond te kijken of daar dus personen en dieren zijn die de moeite waard zijn om dus onder de aandacht gebracht te worden. In dit geval gaan we praten met iemand die dus een speciale hond heeft. En dit onderwerp is dan gekomen uit een eerder artikel wat in de Dordtenaar gestaan heeft. Uiteindelijk is het zo dat dieren geven net zo goed zorg als kinderen. Ja, zeker weten. Ja, het is eigenlijk een hondje die zich best wel heel goed zelf laat zien. Ja, en de ene keurmeester die wil hem op de grond beoordelen. Andere keurmeesters die willen hem op de tafel hebben, omdat ze anders te vaak door de rug moeten gaan. Ja. Nou ja, als hij zich laat zien. De keurmeester wil dat hij op en neer loopt, even een driehoekje loopt, dat hij het gangwerk goed kan beoordelen. En dan is het afwachten hoe er geplaatst gaat worden. En hoe die andere, hebben jullie die ook wel eens meegenomen? Ja, wat dacht u? Want dat had ik nog eigenlijk willen zeggen, maar die luilak daar, die is ook kampioen hoor, die is ook Nederlands kampioen. Oh. Hoe heet het? De enorme competitie. Ja, natuurlijk. Ja, ik zal u vertellen, haat en neet hoor. Dat kan af en toe heel ver gaan. Heel erg kan het soms zijn. Want je ziet dat ook wel van die opnamen zitten met, de ene is aan de beurt met zijn hondje om te lopen. Hè, en de ander zit te kijken. Nee, weet je wat het is, meneer? Je bent natuurlijk afhankelijk van toch wel een subjectief oordeel van de keurmeester. Ja. Ik heb zelfs... Ja. Je moet namelijk weten dat niks zo bedreigend is voor een hond als dat je hem recht in de ogen aankijkt. Dat is namelijk de manier. Ja. Ik blijf stil. Moet jij even daar aan de andere kant staan? Hey. We moeten eye to eye, man. Hey. Nee, dat hoeft niet eye to eye, maar als ik ze allebei heb gehad, als die alle twee op dezelfde oogpunt Moet ik in de camera kijken of nee, niet? Nee, helemaal niet. Net alsof hij er niet Mensen die dus regelmatig videoopnames maken, die weten wel dat er tussen het maken van een opname en het uiteindelijke beeld wat je wil laten zien nog een wereld van verschil zit. En vooral bij de uitzending van de Trom moet je toch min of meer professioneel te werk gaan. Dat betekent dat je zeer kritisch gaat kijken naar de opnames die gemaakt zijn. Dat kritisch bekijken, dat betekent dat je dus de bandjes die geschoten zijn meeneemt naar de studio en van begin tot eind gaat uitvlooien, om zo te zeggen. De bandjes die kunnen voorzien worden van wat we noemen een tijdcode. Dat betekent dat we als het ware een registratie maken van alle beelden die gemaakt zijn. Dat is in eerste plaats om uit te ziften wat er goed en wat er slecht beeld is. Aan de andere kant is het ook nodig voor de latere montage om terug te vinden waar een bepaald beeld zit. Als je niet weet waar de beelden zitten, dan is het een eindeloos werk om uiteindelijk een filmpje te maken. Want dan moet je telkens weer gaan zoeken op je bandje waar het betreffende beeld te vinden is. Deze activiteit, dus het bekijken van de banden voor montage, dat noemen we dan spotten. En dat spotten, gebeurt meestal hier door de redacteur. De redacteur maakt dan een opnameplan en dat komt dan in de volgende fase weer terecht. Even kijken of je daar wat moet. Ja. En op datzelfde bandje, op 2004, dan moeten we een uitzoomertje krijgen van die hond, denk ik. De redacteur heeft een bepaalde verantwoordelijkheid, maar ook bij de montage is die weer helemaal afhankelijk van de technische deskundigheid van de editor. De man die dus het
onderwerp zitten monteren. De redacteur kan dus mooi op een papiertje zetten van die en die volgorde, heb ik in gedachten. Uiteindelijk moet de man, de editor, achter het paneel het geheel in elkaar zetten. En die kan dus op dat moment ook het beste beoordelen of de beelden die dus op papier goed gekozen zijn, ook in werkelijkheid, dus in de montage, tot een goed geheel komen. Dat wil zeggen dat je dus geen beelden gaat maken die dus echt niet bij elkaar passen. Daar zit dus een groot gedeelte van de verantwoordelijkheid van de editor. Ook het controleren en het op de juiste manier afstellen van geluid, de teksten invoegen enzovoort. Dus de editor speelt dus een heel belangrijke rol bij de montage. Maar dat is 10 seconden. Nou, neem maar iets. Maar even kijken, dat spitsen van die oren is wel leuk als je dat ziet. Want anders zie je alleen maar een stille hondenkop. En hij beweegt, dan moet ik nog een beetje. Wat wij hier doen is voor merendeel vrijwilligerswerk. En het vrijwilligerswerk moet je met plezier doen, anders doe je het niet lang. Ik moet zeggen van mijn positie dat ik dus dit met veel plezier doe. En eigenlijk om een aantal redenen. De eerste plaats is dat je dus met mensen samen blijft werken. Het is gebleken dat bij het maken van zo'n item je ook al te doen hebt met anderen. Je moet overleggen. Je moet je ook aan een bepaald tijdschema binden, want ja, de Trom moet elke week weer uitzendingen verzorgen en elke week moeten dus items klaar zijn. Daar wordt voor gepland. Dus vrijwilligerswerk in dit geval is zeker niet vrijblijvend. Je bent dus gebonden aan bepaalde afspraken die je maakt. Daarnaast is het ook heel leuk dat je dus in de vrije tijd die je dus hebt, dat je dus in contact komt met mensen, met dingen, met wat dan ook, waarvan je eigenlijk in je werkzame leven nooit van doen gehad hebt. En dat is een ervaring die ik zeker in de afgelopen jaren als zeer waardevol heb ervaren. Aan de Zeedijk, ergens tussen Dubbeldam en Sterrenburg, staat het huisje Allegria. De woonplaats van een wereldkampioen, de Shiba Inu-hond Sumo. We maken kennis met hond, bazen en andere huisgenoten.